Nou, ik woonde in Amerika voor 56 jaar en daar is het een heel grote traditie om dit te doen. En ongeveer 5 jaar geleden ben ik teruggekeerd naar Nederland toe en ik heb de traditie gewoon meegenomen. Veel tijd insteden om dit allemaal op te zetten. Dit duurde ongeveer bijna een week. Nou, mensen vinden het heel positief. Voor ik eerst, toen ik de poppen op had laten staan 5 jaar geleden, kwamen mensen langs met de auto en die zagen het. En ze moesten stoppen, terugrijden en alles bekijken. De jaren daarna, langzaam kwam ik een beetje bekend met de Halloween. En er kwamen langzaam kinderen langs de deur. En het is zo gegroeid en het is echt wel positief geworden. I'll carve you for my treat. Nou, wij gaan zelf en mijn partner, wij gaan zeker verkleed. Dat doen we elk jaar. En dit jaar hebben we nog extra geesten bij ons, haar dochters. Die doen ook mee. Maar wat we zouden zijn, dat ga ik niet verklappen. Dat is nog een verrassing. Dat is een verrassing.